stonden hier al met elkaar toch een stuk of 15 auto's binnen. Zowel oldtimers en ook veel van onderdelen en zo. Dan is eigenlijk allemaal naar de knoppen nou. Het heeft heel hard gebrand. Het ging waarschijnlijk mis toen iemand bezig was met laswerkzaamheden aan een auto. Eén vonkje zorgde ervoor dat de auto in brand vloog. En daarna stond al snel de hele loods in lichte laaien. Dat is eigenlijk mijn hobby. Hè? Ik had Ford Anglia's heb ik wel een stuk of 5 al met elkaar. Gelukkig zijn de belangrijkste. Een van de belangrijkste stond in een andere garage. En die andere heb ik gisteren nog buiten kunnen duwen. Die stond vlak bij de deur. Dus die konden we eigenlijk nog, die hebben we nog kunnen redden. Jansen is bijna 70 jaar. In al die jaren bouwde hij een flinke collectie op. Ja, dit is mijn Ford Transit van 1967. Die wordt dit jaar 50 jaar oud. Dus dat was echt een heel fijn ding. Die wou ik nog wel met een beetje onderhoud 20 jaar houden eigenlijk. Maar die Ford is niet het enige wat Jansen kwijt is. Zijn kleinkinderen kwamen vaak in de loods. En die ontmoetingen gaat hij misschien nog wel het meeste missen. Ja, dat was mijn lust en mijn leven. Hè. Mijn kleinzoon en dan met zijn vrienden, die kwamen hier heel graag. Ze vroegen ook altijd van opa, dit en dat. Wil je eens even mee als er iets gelast moest worden? Daar zijn ze nog te jong voor, daar moest ik dan mee helpen. Ik vind het wel leuk met die jongen met die aanlopen altijd. Die jongelui die hebben het altijd heel goed met de zin gehad bij ons.